Het bedrijf spoedtest.nl wordt verdacht van het afgeven van valse vaccinatiebewijzen en mag daarom niet meer werken. Het bedrijf heeft ook 3 locaties in onze regio. De vestiging in Wijchen draaide pas een week, maar moet dus nu alweer sluiten. Het bedrijf kan voorlopig geen nieuwe QR-codes voor klanten genereren en mensen kunnen geen afspraak meer maken via testen voor toegang. Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte gedaan van fraude. Het bedrijf ontkent alle beschuldigingen.